Deze jongens zijn leerlingen van de Rietvlecht- en Nijverheidsschool in Noordwolde in Friesland. We zien hen hier tijdens de theoretische opleiding, waarbij ze door ervaren leerkrachten worden onderwezen in het maken van modeltekeningen van verschillende rietvlechtstukken. Deze leerlingen zijn de jongste telgen van generaties van rietvlechters die dit mooie ambacht reeds sinds oudsher beoefenen. Theorie is natuurlijk heel mooi en nuttig, maar de beste leerschool is toch altijd nog de praktijk. Voordat het riet gevlochten kan worden, moet het verschillende bewerkingen ondergaan die een goed rietvlechter tot in de perfectie moet beheersen. En pas dan kan het eigenlijke vlechten beginnen. Hoe ver de jongens het in dit moeilijke maar mooie werk al gebracht hebben, bewijzen de stukken die in de toonkamers te pronk staan.